De Primark in Brussel is nu bijna een half jaar open. Dit zijn mijn overlevingstips. Ten eerste, keileuk dat we niet helemaal naar Luik of Eindhoven moeten gaan, of naar Londen of zo. Waar is de Primark in Brussel? Wel, naast de H&M, in de Nieuwstraat, recht tegenover de Zara. Je weet wel, de Zara met de grijze boog. Ja, allee, beige, met de beige muren, de oude cinema. Iedereen mee? Oké, dan hervatten we onze overlevingscursus richting de ingang. Als u de Primark binnenwandelt, dan merkt u dat links alle jongenskleren staan, rechts alle vrouwenkleren staan. En dan zal u merken dat het vrouwensegment alweer veel meer uitgebreid is. Volgende collecties ontbreken, kindercollectie niet aanwezig en de huiscollectie is ook niet aanwezig. Helaas, pindakaas. De Primark-prijzen zijn wel aanwezig. U vindt er t-shirts voor 2,5, broeken aan 12 euro, puls aan 8 euro. Onesies variëren van 12 tot 18 euro. Maar, opgepast. Je kunt niet snel door de Primark lopen. Dat gaat niet, er zijn gewoon te veel mensen. Je loopt constant tegen mensen aan. Zoveel dat je zelfs niet meer de moeite neemt om sorry te zeggen. Van excuseer. Want als je excuseer aan het zeggen bent, not, dan zit je wel weer tegen iemand anders. Het is overbevolkt, de gangen zijn te dun. Of er zijn te veel mensen binnen. Maar hey, je moet dan niet meer tot buiten aanschuiven. Maar dan zijn er een aantal dingen die ik niet snap. Bijvoorbeeld de gescheiden paskamers, vrouwen, mannen. Oké, Primark zijn methode. Ik zet me erover. Maar waarom is er aan de wachtrij van de klaskamers dan geen gesplitste rij? Dan moet je aanschuiven voor bij de vrouwen, waar het altijd overbevolkt is, terwijl er bij de mannen altijd nog plaats is. Als ik de paskamers binnenga, dan zie ik altijd 5 lege kotjes en dan vraag ik mij af waarom heb ik 20 minuten staan aanschuiven. Als er toch miljoenen vrije kotjes zijn, dus doe er iets aan. Maak 2 rijen bijvoorbeeld. Het zou een hulp zijn. Dankjewel. Dan snap ik ook nog niet zo goed. Allee, misschien is dat met een Q of zo, maar je geeft je kleren af. Je zegt dan zoveel kleren heb ik. En dan mot die kaart in de muur. Waarom? Ik snap het niet. Je moet dat laten weten in de reacties beneden. Wat eigenlijk de filosofie van is van de kaart in de muur. Dat is het. En dan, wat doen alle mensen met hun buggies daar? Echt, het gaat niet over 1 iemand, hè. Het gaat echt over 10 mensen in de winkel met buggies. Die rijen zijn al zo smal en er zijn al zoveel mensen. Komt je daar zo in een buggy, je raakt er dan niet door, dan heb je file achter je en dan buggy tegen buggy, dan kun je niet passeren. Er is geen kindercollectie. Nogmaals. Dus wat doe je met je buggy daar? Kan nu een man die 2 minuten buiten of zo letten op een kindje? Allee, ik weet niet. Moet je kind echt mee naar de winkel gaan? En vervolgens, al die mensen die hun kleren zo rommel doen, al die mensen ook garmogeren, alles mooi oplooien en terug in het rek steken. Maar dan snap ik niet, als er mensen dingen op de grond komen, dan komen ze daar met hun borstel. En wat gebeurt er dan met die kleren? Gaan die dan terug met al het stof in de rekken? Of is dat gewoon pour la poubelle? Ik hoop voor het wasmachine. Je moet ook niet wenen als je kleren niet van de beste kwaliteit zijn. Je betaalt ook maar 2,5 voor een t-shirt. Verwacht niet dat die 1000 jaar gaan meegaan. Maar voor de rest zeker de moeite waard om even binnen te gaan. Je gaat wel blij zijn als je terug buiten bent. Wegens rust in je hoofd en in de omgeving. Ze zijn wel goed met hun stok aan te vullen. Je ziet iets en je denkt, oei, dat is niet mijn maat. Geen nood, binnen 2 minuten komen ze hebben direct aangerold. En hup. En je bent weer vertrokken, hè. Dat is wel heel leuk. En ook een tip, ga niet alleen naar Brussel voor de Primark. De Primark is misschien wel druk, maar de andere winkels zijn daarom niet druk. Meestal zijn er dan gewoon niemand in de andere winkels. Geef deze video een leuker als je ook zo van de Primark madness houdt. Of helemaal niet houdt. Reageer beneden met jouw Primark ervaringen. En tips en tricks. En dan kan je op mij abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Droedels. Wauw. Bye.